Ik ben Hans Milius, ik ben strafrechter in Den Haag. En daarnaast hou ik mee bezig met de ontwikkeling van professionele standaarden in het land. Liever noem ik dat eigenlijk de ontwikkeling van collectief vakmanschap. Kijk, als je bij de dokter komt, wil je altijd graag de beste arts tegenover je. Als je bij een rechter komt, wil je dat eigenlijk ook. Wij kunnen natuurlijk niet allemaal zorgen dat we de allerbeste rechter zijn, maar we kunnen wel proberen minimum standaarden te ontwikkelen waarmee de rechtszoekende ervan verzekerd is dat hij ook een goede uitspraak krijgt van een rechter met gezag. Het was nodig om deze standaarden te ontwikkelen, omdat met name strafrechters ermee werden geconfronteerd dat de werkdruk te hoog was. En wanneer je werkdruk te hoog is en je te lange zittingsdagen moet draaien, dan loop je een groot risico dat je ook fouten gaat maken. En dat willen we niet. Het grote voordeel is dat de rechter meer tijd heeft, dus ook meer tijd aan de zaak besteedt, meer tijd aan de verdachte besteedt en ook na de zitting meer tijd heeft om goed over de zaak na te denken. Nou, dat is voor iedereen goed. Als burger zul je dan merken dat er meer aandacht aan je zaak wordt besteed. Maar ook dat je bijvoorbeeld steeds dezelfde rechter treft als je zaak bijvoorbeeld wordt aangehouden. Dat is wat wij hebben begrepen dat heel belangrijk is voor mensen. Verder wil je een begrijpelijke beslissing. Je wil weten waarom je bijvoorbeeld veroordeeld bent. En om te kunnen beoordelen of je bijvoorbeeld in hoger beroep wil. Ook wil je dat je niet uren op de behandeling van je zaak moet wachten wanneer je op de gang staat. Dat zou je bij de dokter ook heel vervelend vinden. Nou, bij ons is dat natuurlijk net zo. En misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat de burger wil dat hij door elke rechter die hij of zij voor zich krijgt op een gelijke manier wordt behandeld en op een gelijkelijke manier wordt beoordeeld. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk en dat zal ook nooit perfect gaan. Maar we kunnen er wel naar streven dat we naar een soort minimumniveau toe gaan, dat we een soort gemiddelde weten te betrachten.